Hallo, daar zijn we weer. Vorige week heb ik je in de Entertainment Experience laten zien hoe belangrijk de spaghetti western was. In Italië waren ze helemaal gek in de jaren 60. Heel Italië maakte spaghetti western. Dat ging goed tot in eind jaren 60, waarin het genre ongeveer de top beleefde en doorebde in de jaren 70. En op een gegeven moment werd het minder en minder populair. Oh jee, wat moeten we doen? We hebben geen werk meer. Iedereen in de Italiaanse filmindustrie zat met het handen in het haar. Wat moeten we doen? Weet je wat? Iemand had een heel goed idee. We gaan gewoon Amerikaanse politiefilms namaken. En zo ontstond de Policesco. Het recept was ongeveer hetzelfde. Men neemt een uitgerangeerde B-acteur uit Amerika, of misschien wel twee of drie, en zet die in Italië en verzint er weer een verhaal omheen. Meestal waren het eigenlijk gewoon westerns, maar dan in een urbane setting. Dus, wat doen we? We doen gewoon Dirty Harry, French Connection, dat soort films doen we na. Alleen, we gooien nog een beetje meer geweld in, een beetje meer seks en heel veel achtervolgingen. En wat de Italianen durfden, dat durfden natuurlijk de Amerikanen niet. Dus als je die films vergelijkt met de Amerikaanse tegenpart, dan zijn ze veel interessanter. En waarom? Omdat gewoon die acteurs betalen jou heel veel geld. Dus jij moet gewoon lekker stunt zelf doen. Dus ze schoten gewoon met echte kogels, gingen gewoon rijden met die auto's zonder toestemming te hebben van de gemeente. De Italiaanse Policesco is dan ook ontzettend interessant, vooral op moreel gebied. Je kan de good guys, de bad guys, alles loopt weer helemaal door elkaar. En visueel is het allemaal veel interessanter dan zijn Amerikaanse of zijn Franse tegenhanger. Tip nummer 1. Charles Bronson is een van die acteurs die een aantal keer in Italiaanse films gespeeld heeft. Sowieso ging hij door heel Europa om overal zijn centen te pakken. En een paar van zijn beste voorbeelden zijn in Italië gemaakt. Eentje daarvan is van Sergio Sollima, A Violent City. Tip 2. Wat me opviel is voor de Franse politiefilm is Fernando de Leo voor de Italiaanse. Fernando de Leo die in de klas heeft gezeten met onze eigen Frans Wijs. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij onder meer van invloed is geweest op Scorsese, zeker op Tarantino, dat heeft hij zelfs wel eens toegegeven. We gaan naar Rulers of the City, oftewel Mr. Scarface met onder meer Jack Palance. Deze film is een Policesco met een beetje rare, hangt een beetje tussen een actiefilm, maar ook humor. Ik ga je een stukje laten zien uit iets wat eigenlijk een hele lange actiescène is. Klein stukje maar helaas, we hebben niet zoveel tijd. Let op de geweldige atypische ritmische muziek. Alleen maar tok, tok, tok. Moet het zien. Tip 3. Street Law van Enzo G. Castellari, de held, heeft ontzettend klote films gemaakt, maar ook fantastische, in ieder geval zelfs de slechte films, zijn interessant. Wat Robert De Niro is voor Martin Scorsese, is Franco Nero voor Enzo G. Castellari. Ze hebben heel veel films gemaakt en dit vind ik persoonlijk een van hun beste. Ik heb Enzo wel eens de Poor Man's Peckinpah genoemd, omdat hij geweldig gebruik maakt van slow motion scènes, ook in deze. Dit is een goed voorbeeld van iets wat je volgens mij nooit kan zien in een Amerikaanse film. Moet je kijken hoe dicht die schep langs het hoofd van Franco Nero gaat. Dit was de Policesco. Volgende week zijn we er weer met de Italiaanse Giallo. Tot dan. Ciao.